Board Games at Home. Ontdek, ervaar en speel. Sponsor van Lucky Bastard. Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag kijk ik naar de spelregels van dit kleine spelletje Obelisk op aanvraag van een van mijn kijkers. Laten we een keertje kijken naar de spelregels, wil je weten wat ik ervan vind? Dan moet je ook binnenkort kijken naar de volgende aflevering van Bordspellen Nieuws en Reviews. Om obelisk op te stellen gaan we de kaarten met de obelisken op, inclusief de jokers, door elkaar schudden. En dan gaan we er iedere speler willekeurig 7 geven. Wauw, dit is heel willekeurig, alleen maar blauw en geel. Maar iedere speler gaat er vervolgens 2 kaarten uitkiezen die hij niet op handen gaat houden, maar die hij gaat gebruiken om in zijn of haar marktaanbod te leggen. Bijvoorbeeld deze 2. Leg deze kaarten altijd horizontaal ten opzichte van alle obelisken die je gaat bouwen in de loop van het spel, die ga je verticaal bouwen. De overige kaarten ga je in 7 ongeveer gelijke stapeltjes verdelen en die ga je in een cirkel leggen in het midden van de tafel. Vervolgens ga je deze opzichtermeeple op de kaart zetten met de hoogste waarde. Zijn er meerdere, dan mag je kiezen welke. Nu, ik zet die er niet op. Ik zet die er ofwel voor ofwel achter. Dus aangezien dit een 5 is, zal ik hem hier in de buurt zetten. Dan hebben we de actiekaarten. Die schuffelen allemaal en leggen er 3 open. Maar als je met 3 tot 5 speelt, dan ga je deze 2 kaarten eruit halen. En als je met 2 speelt, dan gaan er heel wat regels veranderen. Maar dan mogen deze kaarten er wel in. Maar dan gaat er een andere set van 6 kaarten uit. Zoals hier beschreven in het boekje. Verder krijgt iedere speler nog 1 kameel en een overzichtskaartje. En dan kunnen we aan het spel beginnen. In een tweespelerspel werkt het een beetje anders. De spelers krijgen elke 5 kaarten toebedeeld in het begin van het spel. En die leg je open voor je. Dus er is geen geheime informatie meer in dit geval. En met de overige kaarten maak je opnieuw 7 stapels. Je legt opnieuw 3 actiekaarten open, maar er gaat een andere set aan kaarten geëlimineerd worden voordat het spel begint. En je hebt natuurlijk ook maar 2 overzichtskaartjes nodig. En iedere speler krijgt 3 kamelen om aan het spel te starten. De oudste speler mag beginnen. En als je aan de beurt bent, heb je 3 dingen die verplicht zijn en nog een aantal optionele dingen. Spelers spelen beurtelings met de klok mee te beginnen met de oudste speler. En wanneer je aan de beurt bent, moet je 3 dingen verplicht doen tijdens je beurt. En 2 dingen optioneel. Laat ik met de verplichte dingen beginnen. Nu, je mag al die dingen op eender welke volgorde doen. Het eerste wat je mag doen is bouwmaterialen gaan halen in de steengroef hier in het midden. En dat doe je door deze opzichter 1 stap te verplaatsen met de klok mee of tegen de klok in. En daar de bovenste kaart van de stapel te nemen. Die mag je dan toevoegen aan de kaarten die je op handen hebt. En dan mag je dat nog eens een keer herhalen. En dan mag je ofwel naar dezelfde kant op gaan, ofwel terug naar waar die is gestart. En dan neem je daar ook de kaart. Dus je doet het altijd 2 keer en dat doe je meteen na elkaar. Dan moet je minimaal 1 keer bouwen, maar je mag zoveel bouwen als je maar wil. En je mag obelisken bouwen en je mag beginnen met iedere nummer. Maar er zijn 2 belangrijke regels. Je bouwt altijd maar in 1 kleur. En ten tweede, je moet opeenvolgende nummers hebben. Dus ik zou nu kunnen beginnen met een 5, daarna een blauwe 4, daarna een blauwe 3. Dus dan kan ik een obelisk mee bouwen die al redelijk groot is. Hetzelfde zou ik hier kunnen doen met 5 en 4 in het geel. Maar ik moet dus niet bij 5 beginnen, ook al is dat de hoogste waarde. Ik kan ook een obelisk beginnen met nummer 3. Maar vooraleer ik een obelisk kan beginnen, moet ik altijd eerst een fundament hebben om op te bouwen. En daarvoor mag ik eender welke kaart gebruiken. Laat ik nu zeggen dat ik deze groene 3 gebruik als een fundament. Dan draai ik hem horizontaal en gesloten. De kleur maakt niet uit hiervoor. En dan kan ik nog eens bouwen. En dan begin ik in dit geval met een 5. Maar de volgende kaart moet sowieso een 4 zijn dan. En daarna een 3. Je mag zoveel bouwen als je maar wil. Minimaal 1 weliswaar. En het fundament telt ook als 1 bouwactie. Maar hou er altijd rekening mee dat je nog altijd minstens 1 kaart over hebt voor in jouw persoonlijke markt te leggen. Want dat is namelijk ook verplicht. Je bent verplicht om 1 van de kaarten die je hebt in jouw markt aan te bieden voor andere spelers om te kopen. Dus dat zijn de 3 verplichte acties. 2 keer een kaart rapen,
één minstens bouwen. En je mag zoveel obelisken beginnen te bouwen als je maar wil. En je moet ook een kaart plaatsen in jouw marktaanbod. En dan heb je de optionele acties. Als je een kameel voor je hebt liggen, kan je zeggen, oké, ik ga alle kaarten kopen in de markt van een bepaalde speler. Misschien zeg ik nu, oké, ja, ik wil die twee kaarten wel hebben. Dus dan geef ik de kameel aan die speler. En dan neem ik alle kaarten die hij of zij in de markt heeft aangeboden op handen. En dat kan ik dus doen voordat ik begin te bouwen. Moest dat nodig zijn, ik zie hier nu een blauwe 1. Gaat heel handig zijn om deze obelisk af te bouwen. Maar ik moet ook nog aan een 2 geraken. Die ligt er voorlopig nog. Dus dat is een goed plan. Een tweede optionele actie is een actiekaart spelen. Maar daarvoor moet ik eerst een actiekaart verzamelen. Hoe verzamel je een actiekaart? Je krijgt enkel een actiekaart wanneer dat je een obelisk voltooit. En dat kan een obelisk zijn van 5 groot. Maar je kan eigenlijk ook een obelisk maken die maar 1 groot is. Deze is ook voltooid. Dit staat me toe om 1 van de 3 actiekaarten te nemen. En wanneer je een actiekaart neemt, dan mag je die ook meteen bij aanvullen van de stapel. En je kan meerdere actiekaarten verzamelen in een beurt. Je kan er ook meerdere spelen in een beurt. Wat ze allemaal betekenen, ga ik hier niet uitleggen. Maar deze nu wel even, die ik nu vast heb. Dit wil zeggen dat je eigenlijk een fundament hebt. En als je hier een rode toren op gaat bouwen, je hebt er zo eentje voor iedere kleur, dan gaat die meer waard zijn. Dus als ik hier een toren van 3 opbouw, 3 kaarten, gaat die eigenlijk tellen alsof het 4 kaarten zijn. Heb je hier een obelisk van 5 kaarten, levert die geen extra punten op. Want 5 is het maximum. Zoals je ziet, op het einde van het spel gaan we dus eigenlijk dit systeem volgen. Maar vooraleer we aan het einde van het spel zijn, ga ik dus de beurt doorgeven aan de volgende speler. En dan gaat hij dus eigenlijk ook doorheen de verplichte en de optionele stappen lopen. Maar is er een moment dat een speler 3 kamelen heeft, dan is hij ook verplicht om ook minstens 1 aankoop te doen. Hij mag er zelfs meerdere doen. Dus hij kan dan zeggen, oh ja, ik koop jouw markt op, ik koop jouw markt op. En dan heb ik ineens heel veel kaarten. Nu, belangrijk hierbij is om te herinneren dat op het einde van je beurt je maximaal 6 kaarten op handen mocht hebben. Dus tijdens je beurt maakt het niet uit hoeveel je er hebt. Op het einde van je beurt is het maximum 6. En wat ik dus toch ook nog moet zeggen is, deze hier, dit is een jokerkaart. Die kan ik spelen als eender welk getal. Het zou kunnen dat een meeple aan het bewegen is en dat een stapel opgeraakt. Die meeple blijft daar wel op die plaats staan, alsof er nog een stapel ligt. Vanaf dat de opzichter dan vervolgens terug gaat bewegen, gaan we die plaats overslaan. Hoe gaan beurten er nu aan toe? Wel, dat is heel anders. De manier waarop de obelisken worden gebouwd, van hoog naar laag met een fundament, dat blijft hetzelfde. Maar tijdens je beurt ben je nu verplicht om 1 kaart te nemen. Dus je kan 1 keer het mannetje verplaatsen. En waar dat die dan naartoe gaat, daar neem je de kaart, zoals gebruikelijk is. Maar je mag wel een grotere sprong nemen. Alleen moet je dan voor iedere kaart die je overslaat, een kameel op die stapel leggen. Dus ik kan eigenlijk zo verschillende kamelen afgeven als ik een kaart verder in de rij wil pakken. Nu, ik moet altijd wel ofwel met de klok mee ofwel tegen de klok ingaan. Dus ik kan niet op en af in dit geval. En als later in het spel mijn tegenstander of ik zelf de opzichter terug verplaats aan een kaart met 1 of meerdere kamelen op, dan krijg je de kaart en de kamelen daarop en die mag je dan in jouw voorraad leggen. Je hebt geen maximum aantal handkaarten nu, maar wel een minimum, dat is 3. Je bent ook niet verplicht om te bouwen. Je mag wel bouwen, maar je mag dus nooit onder de grens gaan van 3. Wat je ook niet moet doen, is een kaart in de markt leggen. Je hebt geen markt, dat is eigenlijk veel simpeler zo. Maar wat je wel kan doen, is een kameel betalen aan jouw tegenstander. En dan mag je 1 kaart omwisselen. Dus dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ja, ik zou graag die gele 5 hebben hier. Maar dan moet ik ook wel een kaart teruggeven, bijvoorbeeld deze rode 1. Zo. Dus dat kan je doen zo vaak je kamelen hebt. In tegenstelling tot het spel met meerdere spelers, is de speler die alle kamelen in bezit heeft niet verplicht om die kamelen ook in zijn volgende beurt te gebruiken. Dus laat ik nu even een voorbeeldbeurt geven. Stel, ik ben aan de beurt met deze kaart op handen. Laat ik ook zeggen dat ik nog 2 kamelen heb ter beschikking. Dan wil ik misschien gewoon deze kaart oprapen. En dan ga ik bouwen. Ik moet opnieuw beginnen met een fundament. Laat ik zeggen dat ik deze 3 gebruik als fundament. Zo, dit wordt mijn fundament. En dan ga ik daar bovenop bouwen. Wel, deze blauwe 2 en deze blauwe 1. Ik heb nog 3 kaarten over. Dat is in orde. Ik heb er 4 over zelfs. En omdat ik deze heb
voltooid, mag ik een actiekaart nemen. En die telt niet mee, actiekaarten tellen echt nooit mee voor je handlimiet. Je hoeft een actiekaart niet meteen te spelen, je kan die bewaren tot het juiste moment. Wat betreft het speleinde. Het speleinde met 3 tot 5 spelers eindigt wanneer dat er evenveel hoopjes leeg zijn als het aantal spelers die meedoen. Dus in mijn geval van daarnet 3. Maar dat triggert het einde van het spel. Maar die speler die het einde triggert, die mag nog een beurt doen. En alle andere spelers mogen nog een beperkte beurt doen. Waarin ze wel nog kunnen bouwen, maar ze kunnen geen kaarten bijkrijgen. Ze kunnen wel nog actiekaarten spelen, zolang ze geen kaarten hier nemen. En ze kunnen ook geen kamelen spenderen om de markt van een tegenstander op te kopen. Dus enkel nog maar kaarten spelen, geen krijgen. De speler die de tweede stapel heeft leeggemaakt, die is aan zijn laatste beurt bezig, maar de tegenstander krijgt ook nog een volledige beurt. Dus die mag in dit geval wel nog een kaart bijrapen. Maar hou er rekening mee dat ook nu nog geldt dat je minimum 3 kaarten nog in jouw bouwdepot moet hebben. Zelfs in die laatste beurt. En de puntentelling is niet moeilijk. Je telt gewoon het aantal kaarten in de obelisk en dan scoor je dus 1 tot 10 punten. De obelisk hoeft niet voltooid te zijn, maar je kan met een expert variant spelen waar alleen maar voltooide obelisken punten opleveren. Moest het een gelijk spel zijn na het tellen van alle punten, dan wint de speler met de meeste kamelen in voorraad. Nu om nog even terug te komen op de actiekaarten. Er zijn actiekaarten waarbij je de regels van het spel kan doorbreken. Bijvoorbeeld, er zitten actiekaarten bij waarbij je onder jouw obelisk kan bouwen in plaats van bovenaan. Normaal moet je van onder naar boven werken, maar daarmee kun je dan de regel doorbreken. Er zijn er ook waarbij je in een andere kleur kan bouwen voor 1 ronde. Of een extra stap zetten met de opzichter. En zo speel je dus obelisk. Moest je toch nog vragen hebben, stel ze gerust hier beneden in de commentaren. Abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye. Abonneer je nu op dit kanaal, dan krijg je de eerste 3 maanden gratis. Gegarandeerd een succes. Niet tevreden? Geld terug.